Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Panasonic GM1. Welkom bij Hardware Info TV. Panasonic heeft een nieuwe systeemcamera, de GM1. Laten we misschien dan toch maar weer heel even beginnen bij het begin. Een systeemcamera is in feite het beste van twee werelden. Een beetje een combinatie van een compactcamera en een digitale spiegelreflexcamera. Ja, het is een spiegelreflexcamera zonder spiegel of prisma inderdaad, waardoor die een stuk kleiner wordt. Ja, ja en dit is de kleinste die er is. En dan eigenlijk het grote voordeel wat je hebt, net als bij een spiegelreflexcamera, is dat je met losse lens aan de slag kan. Dus je koopt het apparaat uiteraard met een kitlens, maar er zijn nog vele andere voor verkrijgbaar. Ja. Je zei het al, bijzonder van die GM1, het is eigenlijk de kleinste systeemcamera die er is. Al die fabrikanten zijn daar nu mee aan de slag. Sony heeft ze natuurlijk met de NEX-reeks, Canon heeft ze, Nikon heeft ze, maar Panasonic heeft nu de kleinste. En qua techniek is het eigenlijk de GX7 van een tijdje geleden, maar die is gewoon te heet gewassen. En daar is deze superkleine camera uitgekomen. Ja, dat is heel kort in de bocht inderdaad waar. Sony heet de NEX overigens tegenwoordig Alpha, maar deze is inderdaad een stuk kleiner. Dat betekent wel dat er wat concessies zijn. Je hebt minder handmatige bedieningsmogelijkheden bijvoorbeeld. Je hebt geen aansluiting voor een flitsschoen of een externe microfoon. Dus je doet een hoop concessies. Maar aan de andere kant, als je een compacte camera wil die je toch heel flexibel kan inzetten met extra lenzen, dan is dit de kleinste optie die je kan kopen. Ja. Absoluut. En om maar eventjes een beetje te laten zien hoe compact die is, hebben we eigenlijk onze favoriete compactcamera erbij gepakt, de Sony RX100, de versie 2 daarvan. Ja. En je ziet inderdaad dat die wat dat betreft ongeveer net zo groot, zelfs iets kleiner is dan dit toestel. Uiteraard wel iets dikker en dat komt omdat hier natuurlijk al een echte lens op zit, een losse lens. Hier zit een losse lens op. Er is ook voor dit systeem gewoon een kitlens, een pancake lens, sorry. Die ook eens een keer heel erg lichtsterk is, maar die is ook behoorlijk duur. Maar ja, die optie heb je wel. Maar qua grootte van de body is die inderdaad gewoon kleiner dan de RX100. En dat is echt een enorme prestatie als je bedenkt dat je wel de lens kan veranderen. Ja, nou laat even de belangrijkste specificaties nalopen. De sensor die hierin zit is een zogenaamde Micro Four Thirds. Ja, klopt. En die heeft dus ook een 4:3 verhouding. En in dit geval een resolutie van 16 megapixels. Dat hebben ze eigenlijk al heel lang, maar die sensor wordt wel steeds beter. Ja. Het is exact dezelfde sensor als in de GX7 zit. Ja, en om dat even in perspectief te zetten, die sensor is fysiek groter dan eigenlijk vrijwel alle compactcamera's, ook groter dan die RX100, maar wel kleiner dan wat je in veel professionele spiegelreflexcamera's tegenkomt. Ja, dat is absoluut waar. Hij is ongeveer twee keer zo groot als in de RX102, maar hij is een stuk kleiner dan APS-C. Maar aan de andere kant, ja, het hele systeem is erop afgesteld. Een grotere sensor zonder de juiste lensvatting en zonder de juiste lens heb je niet zo heel erg veel aan. Ja. En in dit geval is echt alles exact op elkaar afgestemd. Ja, en dan de kitlens die erbij zit. Deze is 12 tot 32 mm. Dat is een behoorlijk grote groothoek. Je moet het wel omrekenen, want voor Micro Four Thirds moet je het vermenigvuldigen keer 2. Dus het is feitelijk 24 naar 64. Ja. Maar dat is nog steeds een hele grote groothoek. De RX100 heeft een groothoek van 28 mm. Bijvoorbeeld. Ja. En je zei al, Panasonic gebruikt het systeem al een tijdje, dus naast deze lens en die pancake lens is er gewoon ruime keuze in andere. Er is een gigantisch aanbod inmiddels, ja, absoluut. We hebben een tijdje geleden natuurlijk gehad over die Sony A7R. Ja. Dat is de opvolger van de NEX versie feitelijk, of de NEX full frame. En daar zijn nog maar 5 lenzen voor. Nou ja, hiervoor zijn er tientallen. Ja. Dus wat dat betreft heeft Panasonic een uitstekende positie. Ja. Ja. Nou, dan een beetje de praktijk. Ik bedoel, een van de redenen waarom we deze RX100 er ook bij hebben gezet is dat die camera bij ons wel echt bekend staat als de beste autostand die je kunt bedenken. Ik bedoel, bedenk iets, je richt erop, drukt op de knop en de foto is gelukt. Ja. Deze camera is eigenlijk als systeemcamera misschien toch iets meer bedoeld voor mensen die wel echt weten wat ze doen zijn. Ja, in de praktijk wel. Aan de andere kant is het verschil niet gigantisch groot. Je kan er echt in automatische stand uitstekende foto's mee maken, maar je ziet wel dat met weinig licht de Sony het toch beter doet. Die is natuurlijk ook lichtsterker in groothoek. Maar je ziet ook dat de Sony die pakt automatisch wat hogere ISO-waarden, waardoor je sluitertijd wat langer is en je dus minder snel bewegingsonscherpte hebt. Dat heb je bij die Panasonic wat eerder. Dan zit je al snel op 1/10 seconde en ja, dan wordt het lastig om dat te vermijden.
En de witbalans is bij Sony ook iets beter, maar ja, we hebben het echt wel over een klein verschil. En als je dan bedenkt dat je veel meer handmatige instelmogelijkheden hebt bij de Panasonic, ja, dan is het net eventjes waar je de voorkeur aan geeft. Ja, want je hebt hier aardig wat foto's mee gemaakt. Wat zijn zeg maar een beetje de ervaringen als je met de Panasonic op pad gaat? Bij voldoende licht eigenlijk gegarandeerd een geslaagd plaatje, net als bij de Sony. Ja. Zit je in een hele donkere omgeving, dan wordt het wat lastiger. Dan moet je echt even die handmatige instellingen in. En dan kun je ook heel ver gaan. Tot met ISO 1600, 3200 maak je uitstekende foto's. Dat was een paar jaar geleden echt ondenkbaar. Ja, en het voordeel dan toch, als we ze maar even blijven vergelijken van de Panasonic boven de Sony, is eigenlijk juist het feit dat je bijvoorbeeld ook nog een telelens erop kunt zetten. Iets wat gewoon bij zo'n RX100 gewoon simpelweg niet mogelijk is. Ja, absoluut. Bij de Sony kan je aan de andere kant weer wat extra accessoires aansluiten. Maar ja, wil je die kant op gaan, dan ga je misschien toch eigenlijk ook al kijken naar een wat luxere systeemcamera. Ja. Het zijn allebei hele lichte camera's die allebei in een flinke jaszak passen. Ja. En ja, dat was een paar jaar geleden echt niet te verzinnen. Ja. Ja. En waar we het nog niet over hebben gehad, is dat camera's worden natuurlijk steeds slimmer tegenwoordig. En in die trend gaat Panasonic ook mee. En zo heeft ook deze camera wifi, maar dat is ook allemaal mogelijkheden met apps en dat soort zaken. Ja, Panasonic heeft een eigen app. Je kan deze dus ook op afstand bedienen. Je kan foto's direct overzetten via wifi en je kan direct uploaden naar allerlei social media. Daarvoor heb je wel helaas een Panasonic account nodig, wat erg contra-intuïtief is. Maar goed, het werkt wel. De app is nog niet zo gelikt, maar aan de andere kant, je kan er wel veel meer mee instellen dan bij Sony. Je kan echt veel meer functies bedienen, dus dat vind ik wel weer echt een pluspunt. Ja. Dus ja, wederom iets van, ja, Sony heeft het de ene manier gedaan, Panasonic de andere manier, maar daar valt echt wat te kiezen. Ja. Maar het is allebei erg goed. En toen Panasonic het toestel aankondigde, hadden wij het gevoel van, nou, dat zal ongeveer 1000 euro gaan kosten, want traditiegetrouw zit Panasonic vrij hoog in de boom met haar prijzen. Maar dat valt in de praktijk eigenlijk reuze mee. Ja, ik was echt verbaasd toen ze vertelde wat de adviesprijs hiervan werd, want dat is namelijk hetzelfde als de RX102, 749 euro. Kijken we in onze prijsvergelijker, dan liggen ze zo dicht bij elkaar dat het eigenlijk niks uitmaakt. Ja. Dus ja, voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Het blijft natuurlijk een hoop geld, hè, voor een camera. We hebben toch over 700 euro. Ja. Maar ja, dat is de prijs die je betaalt voor dat die zo klein is. Je kan voor 400 euro een spiegelreflex kopen met vergelijkbare mogelijkheden. Ja, maar ja, die stop je niet meer in je binnenzak. Exact, en die zul je echt mee. En dit kun je overal mee naartoe nemen. En mogen we het vergelijk tussen deze twee dan toch tenslotte eigenlijk reduceren tot, als je wil gebruik gaan maken van andere losse lenzen, dan is de Panasonic de beste keuze. Als je zegt van, nou, dat standaard zoombereik wat die Sony heeft is voor alles wat ik ga doen prima, dan is misschien toch die RX102 de betere keuze. Dat is een hele goede conclusie, ja. Je moet natuurlijk bedenken dat die extra lenzen gewoon niet goedkoop zijn. Dus je moet bereid zijn om in de toekomst meer te investeren, wil je voor die Panasonic gaan. Maar ben je van plan om echt daarmee aan de slag te blijven, eventueel nog een tweede body erbij te kopen, dan heeft Panasonic wel een heel mooi ecosysteem. Goed. Tot zover Hardware TV voor vandaag. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daar dan gebruik van gaat maken en dan kun je zelfs als je wil optioneel de standaard fancy erop zitten uitschakelen. Ja, want het is een hybride product. Je betaalt er wel extra voor, want als we kijken naar deze kaart kost zo'n 570 euro. Dat is toch aanzienlijk meer dan andere 780's. Leuke 780's zijn zo'n 50 tot 70 euro goedkoper. Ja. Dus dat is wel extra. Dat is echt een standaard 13.